De avond van de 8e mei 1922 overleed in haar woning aan de Savaanstraat de Gent de 35-jarige Valérie Nathalie Ghislaine Coppi te Stokhoven, de derde dochter uit een der oudste en rijkste adellijke families van Gent. Alhoewel zij wat teruggetrokken leefde, kende toch heel Gent deze juffrouw Valérie als het simpele populaire vaatje en had ze de sympathie van haar medeburgers. Bovendien was vaatje, met haar zonderlinge kledij en haar gekke uitlatingen, met haar beperkte en originele intelligentie, een stuk van de Gentse folklore. Vrij vlug na haar overlijden, die 8e mei 1922, werd gefluisterd dat ze vergiftigd was geworden door de baron. De baron, in feite burggraaf Louis-Henri Georges de Mazières-Mollion, haar schoonbroer, gehuwd met haar oudere zuster Angèle.